Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Als jullie dit kijken, dan zitten jullie al in het nieuwe jaar. Ik nog niet, het is nog net 2018. Het is morgen de 31ste, dus morgen vieren we einde jaar. Het is zondag vandaag, ik ga nog een paar dingen klaarmaken voor morgen, want we hebben besloten om dit jaar ons eindejaarsfeestje bij ons thuis te doen met een paar vrienden. Dus ik wil het huis nog een beetje proper en in orde krijgen, dat alle spulletjes hier zijn. Plus, ik heb nog één heel groot karweitje, wat ik moet doen vooraleer dat we morgen aan het feestje kunnen beginnen. Daarom ben ik vandaag zo vroeg opgestaan. Allee, vroeg. Gisteren is het laat geworden. Je ziet aan mij dat ik nog een beetje moe ben. Maar gisteren is het laat geworden, lagen we pas om 1:30 of zo in bed, of 2:00. En het is nu 8:30. Ik kon eigenlijk gewoon niet meer slapen. En omdat ik nog zoveel aan het denken was en wat ik moet doen allemaal. Ik moet nog naar de winkel gaan. Ik moet mijn grote karwei nog afwerken. Dus ik moet buiten hier nog opruimen, want we gaan buiten morgen eten maken. Oké, mijn grote karwei is dit. We hebben namelijk een nieuwe gasbarbecue besteld van Weber. Die is gisteren aangekomen. Ik ben gisteren al een beetje begonnen aan die in elkaar te steken, want die moeten we helemaal zelf in elkaar steken. Zo ziet het er momenteel uit. Hier is het bovenstuk van de barbecue. Het onderste heb ik gisteren klaargemaakt. Maar hier zijn nog allemaal stukjes. Hier heel de handleiding ben ik aan het volgen. Hier liggen nog stukken. Daar is allemaal afval. Dus dat moet ik allemaal nog doen vandaag. Dus ik ga nu hier aan verder doen. Maar ik heb gisteren ook een heel leuk kerstcadeautje gekregen. Dus ik ga het toch al eens open doen en misschien spelen of alleszins installeren. Want het is een PlayStation spel. Call of Duty Black Ops 3. Ik ben normaal niet zo'n Call of Duty freak of zo. Ik heb mensen die daar echt alle spelletjes voor moeten hebben. Ik ben niet zo. Ik heb er vroeger wel een paar gehad of zo, of één of twee. Maar nu vond ik het tijd dat ik nog eens zo'n soort shooterspel wou hebben. En voilà, ik heb het gekregen van Jolien en Jano. Dus dank je Jolien en Jano daarvoor. Ik ga het alvast installeren op de PlayStation. Want meestal duurt dat zo even voorleer dat dat klaar is. En dan tegen dat ik even pauze wil nemen of iets wil doen, kan ik spelen. Hè. 1 uur later zijn we hier al geraakt. Het bovenstel staat er al op. Het deksel ligt hier. Hier moeten nog wat kleine spulletjes op. Heel het brandergedeelte moet hier nog op. Dus zijn er bijna. Het is ondertussen nog een uurtje later. Maar, jongens en meisjes, dat is me gelukt, hè. Kijk eens, onze nieuwe barbecue. Oh yeah. Hier heb je een plaatje om iets op te zetten. Hier heb je een plaat om iets op te zetten. En je kunt er zo van alles aanhangen. We hebben zo spatels en een knijptang en zo. De barbecue itself. Wow. Is best groot, vind ik. De 3 regelknoppen hier. En dan kunnen we daar nog de gasfles aansluiten. Dus het is een gasbarbecue. Ik ben kei benieuwd. Ik had al een barbecue. Maar het was een kolenbarbecue. En dat is zo'n vrij kleintje. Gewoon voor met kolen warm te maken. Ja, je weet zelf, eer dat je kolen warm hebt, zet je al een uur verder en zo. Dus je doet dat al niet heel snel. Ik denk dat ik dit jaar letterlijk 1 keer gebruikt heb. Ja, waarschijnlijk wel. Nu deze wil ik hier mooi onderin in het terras zetten. Dat een mooie plaats geeft en dat we eigenlijk gewoon gelijk morgen hebben een feestje, dan kunnen we rap de barbecue aansteken, dat is vrij snel klaar. Of als je eens grote hoeveelheden kip of een steak wilt bakken, kun je dat eigenlijk ook doen. Gewoon, ik ga gewoon hier op mijn terrasje even op gas aansteken, barbecue doen. Oh, dat gaat zo fijn zijn. Ik hou echt al kei lang een gasbarbecue. Nu heb ik hem eindelijk! Ondertussen zijn we op de bowling met de family. Hey! Luna en Benza. Lucas, Anaïs. Al de rest is daar allemaal. Iedereen is erbij. Ik ben aan het verliezen. What's new? Echt heel slecht in bowlingen. En de rest, die scoren ook wel heel veel punten. Dus ja. Ben jij aan het winnen? Nee? Jawel, hè? Fente heeft voor Tati gegooid en toen hadden we goede punten, hè? We stonden er nog maar 1 regel, hè? Ja.
We gaan een spelletje spelen. En wat ben ik? Oké, okay. Jij moet raden wat er op je hoofd staat. Ik mag niet kijken wat het is, dus ik mag mezelf niet filmen. Oké. Ik. Oké, ik dacht al. Ja, daar is Sam. Ik zie niks, hè. Stop! Hier gaan we daar niet in de keuken. Oké, okay, ik ben Sam. Nee, het is gearriveerd. Iedereen eet frieten. Maar wij niet, want we hebben deze week al genoeg. Oh ja. Allee, we hebben al een keer frieten gegeten. Dus we hebben ons eigen eten mee. Gezond rijst met gehakt en groenten. En dan gaan we eten terwijl dat iedereen frieten eet. Is toch lekker hoor? Ik vind het echt lekker. Ja, lekker wel, ja. Ik vond het ook lekker. Maar ik wil ook wel frieten als ik dat ruik. Maar ja, okay. Ja, dat is waar. Ja, het is morgen nu, ja. Doe maar. Hij gaat achter. Ja. Oh. Ja, achter. Ja. Achter. Het eerste pakje. Poepie slijt op prijs op de prijs. Oh, ik heb dat hier. Poepsie! Ze noemen dat ook een Louis Vuitton, omdat dat zo Louis Vuitton is. Bent u laten zien? Hij moet dat overklikken. Laten zien? Wauw! Nee, precies. Is dat uw cadeautje? Nee! Aha, niet zo. Oh. Wauw! Zo van alle dingetjes ga ik daarmee maken. Je kunt nu slijm hier insteken en ik weet al. Dat is een boom. Ik had dus een rescue ding cadeau gedaan. En dat zou een puppy zijn en dit zit daarin. Okay. Oh, maar er staat op dat je dat moet wassen, dus we gaan dat nu wassen. Maar hoe was je gewoon weken? Ja, ik kan het. Werken niet, kraan werken, denk ik. Oeh, en die ook niet. Ja, je werkt. Allee. Bente moet dat wel doen, ja, Bente moet dat maar doen. Ik moet er zo in smijten, hè. Nee. Nee, 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 alles nat. Nee. Nee. Rustig inleggen. Dat is een boerderij. Onder het water halen. Onder het water duwen. Je moet die wel wassen, hè. Hallo. Wassen, goed wassen. Ja, goed zo. Kom erin. Oh, dat is koud. Doe het waterdicht, zoiets. Je moet die wel goed wassen, hè? De goede wassen. Ja, ik zie niet veel verandering. Ja, nee, dat blijven volgen. Dan moet je toch niet helemaal. Goed zijn haartjes wassen, hè? Dat wordt dan zo droog. Moet je ook shampoo hebben, misschien?
Ik denk het wel. Nee, want dat is toch maar een knuffel. Hier. Mag ik eens door? Je hand? Ja. Mag ik eens door? Ja. Oei, daar kan het niet uit. Ja, echt? Jij zit elkaar aan het komen. Hé, hey. Dat is toch ja, maar dan moet nog helemaal zo dingen worden. Wat is dat? Gaat het, joh? Hé, hey, waar heb je mijn eten op? Sukkel. Het komt al veel later. Je moet er niet wel in. Kijk, hier is echt wel iets. Dat was zeep, joh. Ik ga niet zelfs met de haar drogen. Ik moet een fluffy maken. Is dat een pusher? Dat was zo'n hondje. Ja, er stond toch op een rescue dier, hè? Ah, dat kan een poes zijn. Dus het kan ook een giraf zijn. Nu nog die kamer. En dit was dit een speltje. Ik niet al, hè? Ja, nee. Ik ken dat. Met die hond of kat. Dat is een kat. Ja, maar eigenlijk is die kamer, hè? Die ziet er nog wel uit, ja. Ondertussen is het familiefeest gedaan. Alleen nog niet gedaan eigenlijk, want Sam is nog daar. Maar ik ben onderweg naar iets anders. Ik heb nog opnames. Dus ik ben net vertrokken naar daar. Ik ga 5 minuten te laat zijn. Maar ja... Ik was nog met Bente bezig en zo, en dan wou ik ook niet zomaar gewoon zeggen van Tati is weg, dag. Allee, ik had die cadeautjes gegeven, dan wou ik ook wel even meekijken natuurlijk. Maar alleszins, alles van de vlog, van wat er zelfs gaat gebeuren. En we gaan ook niet thuis slapen deze nacht. Dat gaan jullie zien in de vlog van morgen.